Twee doden en één zwaar gewonde door ongeluk op knooppunt Valburg. De inzittenden waren mogelijk betrokken bij een misdrijf. En verder in het nieuws vandaag. Artsen willen harde cijfers en meten een week lang alle fatbike-ongelukken. En ontwerpen kent voor nieuw gebouw de Wandmolen in Zetten. Bij een ernstig ongeval op de A50 bij knooppunt Valburg zijn vanmorgen twee 21-jarige mannen uit Utrecht om het leven gekomen. Eén man uit Os van 25 raakte zwaar gewond. De politie, die eerder al meldde dat het de inzittenden van de auto mogelijk betrokken waren bij een misdrijf, is op zoek naar een man die bij het ongeval is gezien. Mogelijk de vierde inzittende van de auto. Het ongeluk gebeurde rond 3:30 vannacht op de toerit naar de A15 bij Valburg. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Waarschijnlijk kwam het voertuig vanuit noordelijke richting met hoge snelheid de snelweg op. En is daar ter hoogte van de bocht richting Bemmel en Nijmegen door de vangrail gereden en tegen een boom geknald. Artsen door het hele land maken zich zorgen over het aantal fatbike-ongelukken onder jongeren. Ze zien dat het steeds vaker voorkomt met soms ernstig letsel als gevolg. Maar er zijn weinig cijfers bekend van het aantal en de ernst van deze ongelukken. Daar moet na deze week verandering in komen. Alle spoedeisende hulpen houden deze week de fatbike-ongelukken bij, zo ook het Radboud UMC. Traumachirurg Stijn Nelen maakt zich al een lange tijd zorgen over het aantal verkeersongelukken onder jongeren. Met de stijgende populariteit van fatbikes lijkt ook het aantal ongelukken toe te nemen. Maar tot nu toe is dit slechts speculatie, want het is nooit goed onderzocht. Daarom wordt deze week landelijk het aantal fatbike-ongelukken gemeten. We gaan deze week meten hoeveel patiënten wij op de spoedeisende hulp in Nederland zien die komen na een fietsongeval. Met natuurlijk het idee om iets te kunnen zeggen over het aantal slachtoffers dat binnenkomt na een fatbike-ongeval. We zijn dit gestart eigenlijk op basis van een gevoel, een heel sterk gevoel van spoedeisende hulpartsen en traumachirurgen in Nederland. Die steeds vaker, eigenlijk met name kinderen, op de spoedeisende hulp in Nederland zagen na een fatbike-ongeval. Met soms hele ernstige letsels. En om dat gevoel om te kunnen zetten in cijfers hebben we deze meetweek in het leven geroepen. Eerdere cijfers van Veiligheid NL laten zien dat de meeste fatbike-ongelukken gebeuren onder jongeren. Maar deze cijfers komen van slechts 14 spoedeisende hulpen en geven dus niet de realiteit weer. Het aantal slachtoffers dat op een spoedeisende hulp binnenkomt, dat weten we heel goed. We weten ook van Veiligheid NL die dit voor ons meet, weten we dat het aantal fatbike-ongevallen dat in de ziekenhuizen die meedoen aan die meting, dat verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Alleen dat is altijd een sample van een aantal ziekenhuizen in Nederland dat meedoet aan deze metingen. En dus niet alle ziekenhuizen die daadwerkelijk meten. Dus het is altijd, blijft het een schatting. En daar komt nu verandering in. Deze week doen alle ziekenhuizen mee om het aantal ongelukken met een fatbike te meten. Want om een oplossing te vinden, moet het probleem zelf goed in kaart worden gebracht. We weten dat de afgelopen 10 jaar het aantal slachtoffers dat op een eerste hulp komt, na aanleiding van een fietsongeval of een verkeersongeval, dat met 30% is toegenomen. Dus er is al langere tijd een probleem voor wat betreft verkeersveiligheid. Dus we hebben het wat dat betreft ook wat breder aangevlogen. Dus we pakken fatbikers, we pakken e-bikers en we pakken de normale fietsers. Enerzijds om de fatbike ook wel een beetje in perspectief kunnen plaatsen. Van hoeveel komt het, maar hoe vaak zien we het nou met die andere vervoersmiddelen. Maar ook een bredere zin ligt wat te kunnen zeggen. Nou kijk, het doel is altijd geweest om natuurlijk uiteindelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Maar een oplossing begint met het goed in kaart brengen van het probleem. En dat is waar we nu staan. Het college van BMW in Overbetuwe heeft het definitieve ontwerp vastgesteld voor het nieuwe multifunctionele centrum De Wandmolen in Zetten. Dit ontwerp is in nauwe samenwerking ontwikkeld met de toekomstige gebruikers van het gebouw, omwonenden en andere belangengroepen. De nieuwe Wandmolen krijgt een moderne en open uitstraling. Het ontwerp zorgt ervoor dat het gebouw en het omringende park mooi in elkaar overlopen. Aan de westkant van het gebouw komen de apotheek, huisartsenpraktijk, verloskundige praktijk en het consultatiebureau. Verder is er binnen veel ruimte voor ontmoetingen met een bar, zitjes en de bibliotheek waar iedereen kan
binnenlopen. Een trap die ook als tribune dient, verbindt de verschillende ruimtes. Het nieuwe gebouw vervangt het huidige zalencentrum en wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Zetten en omgeving. De gemeente investeert 13,3 miljoen euro in de nieuwbouw. De 70ste Kinderboekenweek is weer van start gegaan. Om kinderen enthousiast te maken voor lezen, trekken de B-Boys met hun interactieve theatervoorstelling langs verschillende basisscholen in de regio. Hey, hallo. Leuk dat jullie zijn. Wij zullen onszelf ook nog even voorstellen. Wij zijn de B-Boys. Ik ben Joran en dit hier is Kees. Ook bij basisschool Lammers van Burenschool in Zetten kwamen de B-Boys langs. De B-Boys die maken video's en lessen, lespakketten voor in de klas. En het gaat allemaal om leesmotivatie op te krikken, om leesplezier terug te krijgen bij de kinderen. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij. En om de leesmotivatie op te krikken worden de kinderen enthousiast gemaakt door wel een hele bijzondere strijd. Zijn juf en de kinderen gingen spelletjes doen tegen elkaar. En dan zeiden de B-Boys dat we een soort van wraak of zo op de juf en meesters konden nemen. En dat was wel grappig. En zoals ieder jaar bij de Kinderboekenweek is er een speciaal thema. En dit jaar is het thema... Lekker eigenwijs. En wat is lekker eigenwijs? Nou... Als je niks van iemand aantrekt, dus je gewoon doorleest. Eigenlijk dat je gewoon overal schijt aan hebt. Dat je niet luistert, dat je gewoon je eigen zin hebt. En heb jij ook wel eens dat je een beetje eigenwijs bent? Ja, heel vaak. Ja. Als ik bijvoorbeeld game en ik moet huiswerk maken, dat ik dan nog doorgame. Als mijn moeder zegt dat ik altijd mijn kamer op ga ruimen, dan ga ik dat gewoon nooit doen. Nee, zeg ik gewoon tegen mama dat ik gewoon muziek ga, op mijn telefoon muziek aan ga zetten. En dan ga ik alleen maar muziek luisteren en lezen. Meer doe ik dan niet. Hoe eigenwijs zijn de B-Boys eigenlijk? Ja, dat is best wel op ons lijf geschreven natuurlijk. Wij zijn best wel eigenwijs, denk ik. Zeker in de dingen die we doen. We vinden het vooral leuk om dus dat plezier aan te wakkeren bij kinderen. En dat doen we op een hele speelse en grappige manier. En dat doen we in onze video's. En daarnaast hebben we dan in onze lespakketten doen we iets serieuzer. En kan ook de leerkracht daar dan mee aan de slag. Ja, en vandaag hebben we een B-Boys boekshow gedaan. Die zit bordevol eigenwijze fratsen en heel veel eigenwijze boekfiguren. Haar vader is de baas van die kermis, maar die heeft op een gegeven moment een heel ernstig ongeluk. En dan wordt er iemand anders de baas, namelijk oom Gerrit. En naast dat de B-Boys langs zijn gegaan, doet deze school er alles aan het lezen bij kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Lezen is echt de basis voor het hele onderwijsloopbaan van kinderen en voor de hele toekomst van hun kinderen. Wij op school doen er alles aan om te blijven lezen. Zo bijvoorbeeld na een pauze om 10:30 is iedereen verplicht het lezen een kwartiertje. Ook de leerkracht is dan aan het lezen. Een van de nieuwste sportieve aanvullingen van het Mondiaal College Meeuwse Akker in Nijmegen is de sportcontainer. Deze container biedt de leerlingen de mogelijkheid om in groepsverband samen te sporten en sportieve activiteiten te beoefenen. En dit buiten de lessen om. Op het Mondiaal College Meeuwse Akker in Nijmegen hebben ze als toevoeging aan het FitLab een sportcontainer bedacht. Deze container bevat verschillende sportapparatuur zoals dumbbells, losse gewichten en touwen die de leerlingen kunnen gebruiken buiten de lessen om. Hiermee proberen ze de scholieren te stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden. Wij hebben in Nijmegen een grote sportbeweeggemeenschap en daaruit komen vele ideeën. Ik werk op de hand aan de Academie Sport en Bewegen en zo krijgen we ook veel van die ideeën trends mee. En dit is een van die trends, een sportbeweegcontainer die mobiel en daardoor ook wat duurzamer is. Voorziet heel veel kinderen, jeugd of andere gebruikers van een sportbeweegaccommodatie en is multi-inzetbaar. En zo heb ik eigenlijk vanuit andere ideeën uit Nederland gezien dat dit een mooi idee is. We vinden het heel erg belangrijk dat jongeren gezond opgroeien. Want wij geloven er wel in dat als je gezond leeft, dat je daardoor ook gezond kan leren. En daardoor ook lekker in je vel zit. Dus vandaar dat we hier dat we echt zichtbaar willen zijn. Om te laten zien van wat is er nou eigenlijk voor nodig om nou gezond te leven. Maar daarin wordt bijvoorbeeld ook de mentale gezondheid niet vergeten. Het gezonde leven willen we graag faciliteren. Dus we willen inderdaad zoveel mogelijk leerlingen de kans geven om daar gebruik van te maken. De sportcontainer begon als een goed idee en is nu dus werkelijkheid geworden.
Door de samenwerking tussen het Mondiaal College en Nijmegen Sportakkoord kunnen jongeren nu in de buitenlucht samen gebruik maken van de sportieve opties die de school maar al te graag deelt met de leerlingen. Leerlingen kunnen werken aan een gezonde leefstijl, dus kunnen bijdragen aan extra beweging. En het is natuurlijk nog mooier als dat in de buitenlucht kan. Het moet aanzetten tot samenkomen, tot het stukje beweging, actief zijn. En ja, dat kan hier heel mooi mee. En ik heb al inderdaad vanuit andere partijen uit de stad ook al een aantal die zo enthousiast zijn en ook zelf nu met ideeën komen. Dus daarvoor nodig ze ook uit om met een mooi sportbeweegidee te komen. En dan kunnen we altijd in gesprek. De reacties op de sportcontainer zijn echt heel enthousiast. Ja, je hoort het misschien ook al op de achtergrond. Op dit moment zijn er heel veel leerlingen aan het sporten buiten. Bezig met de gewichten, met de touwen. Allerlei dingen aan het doen om ervoor te zorgen dat ze lekker in beweging zijn. Dus het feit dat het veel gebruikt wordt, zegt eigenlijk al genoeg. 3D-printers, robots en de nieuwste technologieën. Het is allemaal te zien in het nieuwe Verwonderlab van basisschool Stap voor Stap in Elst. Met het Verwonderlab proberen ze de kinderen voor te bereiden en kennis te laten maken met de moderne technologie. Het Wonderlab is vorig jaar tot stand gekomen om leerlingen kennis te laten maken met technologie. Basisschool Stap voor Stap lijkt perfect voor het Wonderlab. Eigenlijk vorig jaar zijn we begonnen met de eerste ideeën. De directeur van deze school, Jana en ik. En wij vonden eigenlijk wel passen bij deze school. Deze school staat onder andere voor vernieuwend onderwijs. Plus het feit dat wij leerlingen heel graag kennis laten maken met technologie. Nou, die twee dingen gecombineerd maakt het eigenlijk dat we hierop uit zijn gekomen. En we hebben bewust voor deze school gekozen ook. Niet alleen omdat ze past bij de school, maar ook omdat ze de ruimte ervoor hebben. En die is natuurlijk wel nodig om zo'n initiatief als dit te kunnen organiseren. De leerlingen leren het Wonderlab om te gaan met techniek. Ook hopen ze dat het geïntegreerd kan worden in de lessen die ze al krijgen op deze basisschool. Ja, ze leren heel veel verschillende dingen. Moet je het eigenlijk splitsen in twee verschillende dingen. Het eerste is het werken met techniek. Maar wat we ook heel belangrijk vinden bij onderwijs, en dat gaan we echt de komende maanden en jaren verder ontwikkelen, want dat is heel moeilijk, om alles wat we hier hebben te integreren in de lessen die leerkrachten al geven. Stel je voor dat ze nu een taallesje hebben met een schrift en een pen. Dat is hartstikke goed, dat moet ook vooral zo blijven, maar het is heel mooi om daar bepaalde techniek soms aan toe te voegen. En dat is onze taak de komende tijd. Ook de directrice van Stap voor Stap vindt dat de school wat kan leren over digitale geletterdheid. Zij hoopt dat het Wonderlab hierbij gaat helpen. Eigenlijk was het een heel leuk idee wat we hebben ontwikkeld ongeveer een jaar geleden met de beleidsmedewerker ICT en ik samen. Omdat we zagen dat vooral Stap voor Stap, maar ook de Stichting Wonderwijs echt nog wel iets kon gebruiken op het gebied van digitale geletterdheid. En als je dan zo'n enthousiast idee hebt, is het ook heel gaaf om dat door te zetten. Het was vandaag weer een droge en zonnige dag. En we zitten ook echt even in een rustiger weerbeeld, want ook de komende dagen blijft het nog zo. Van regen is geen sprake, de zon is volop te zien en het kwik loopt op tot zo'n 16 graden. In de nacht is het wel een stuk kouder, bij minima rond de 3 graden. Het zou laag bij de grond dus al licht kunnen vriezen. Volgende week verandert het weerbeeld weer. De temperaturen gaan overdag nog iets verder omhoog en ook 's nachts blijven in de dubbele cijfers staan. Daar krijgen we wel een wisselvallig weerbeeld voor terug. Nog steeds af en toe zon, maar evengoed ook de nodige buien. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 3 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!